Hey, hallo allemaal, welkom bij vlog 64 alweer. Het is nu nog vrijdagavond, een paar minuten voor 12. En we zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor vandaag, als jullie dit kijken. De matten drive-thru bij de dojo. We zijn nu nog bezig om de laatste matjes in te laden voor jullie. En dat doe ik samen met meester Tony. Hoi, zwaai even naar de mensen thuis. Kijk, we zijn druk bezig. Hier hebben we al een hele aanhanger. Kijk eens aan. Vol met spullen, met matten. Hier staat nog een stapel. Ga je ook nog een beetje helpen sturen? Hartstikke rechts. Oh, ja, kom maar. Hier naartoe. Ja, een beetje omhoog, een beetje naar rechts, een beetje naar links. Iets naar beneden. Oh, ga ik iets te snel, meester? Oh, dat gaat helemaal goed zo. Kijk. Hup. Zelfs de bussen worden volgeladen. En ook de heftruck wordt opgeladen. Gaat dit een beetje goed? Tuurlijk. Moet je zeggen, dat gaat geen kant op. Het gaat geen kant meer op. Precies. De taken zijn goed verdeeld. Je ziet wel weer wie het echte werk doet, hè? Kijk, het zonnetje komt lekker door. Het is zaterdagochtend. We zijn nog heel even voor die spullen aan het wassen. Want het moet natuurlijk wel zo netjes bij staan. En met al deze vieze weten tegenwoordig. Welkom bij onze coronaproof drive-thru. We hebben de mondkapjes op. En de eerste die zijn er al. Het is net iets voor 11. We zijn er op tijd bij. Kijk, alle judepakken voor jullie liggen ook klaar. En er wordt al druk gekozen van ja, wat voor matten willen we. Ja, ja. Het is serieus een file, joh. Ja, hallo jongens en meiden. Zoals jullie zien ben ik in de auto, ik ben onderweg en ik ben matten ga ik bezorgen. En dan hoor ik jullie denken, ja matten bezorgen, het was nog een drive-thru. Ja inderdaad, klopt, maar in die drive-thru was er iemand die zegt, doe mij er maar 32. 32, dat zijn er veel. Dus die gingen niet met de banken plat achterin. Dus toen hebben we gezegd, weet je wat, wij helpen wel even. Wij brengen er wel een paar naar uw adres waar je ze wil hebben. Dus ik ben nu onderweg om matten bezorgen. Dat we net nog een bui regen op ons pet kregen met het laden en lossen, hebben de matten die we over hebben, die hebben nog eventjes te drogen gehangen in onze judozaal. Nou, dat was hem dan. Dat was hem voor vandaag. Nog een paar matjes worden thuis bezorgd. Kijk. Man, wat een service. Kijk, heel de auto ligt vol met matten. Op het dakrek liggen zatmatten. Want we brengen er nog een paar langs. Er waren wat mensen bij de drive-thru gekomen op hun fiets. Die kwamen voor een judopak. En toen zagen ze die matjes en dachten ze, ja, dat is toch wel super handig, ja, super dat gaaf. Dat snappen we wel natuurlijk, dat je je eigen judomat wil hebben, of ja. Niet dan? Ja, maar wat kan je nou thuis allemaal doen op die judomat? Nou, dat is wel grappig, want ik heb net een appje gekregen van Lotte en Joep. En die hebben zelf een vlogje gemaakt onder het mom van de meesters hebben vandaag toch geen tijd voor een vlogje. Ja, we waren aardig druk. Het wel even. Ja, we waren heel druk, dus kijk jullie ondertussen heel even naar die video. We zijn mat aan het verslepen en die we hebben gekocht. Daarbij helpen wij jullie een handje. Oh, what fun it is to ride the one horse open sleigh. De opdracht van vandaag is stenenpakketje. Sarah en Stijn gaan het voordoen. 3, 2, 1, hartje mee. Hey, 2,
zijn gekomen aan het eind van deze vlog. Ja, wel iets later dat hij wordt uitgezonden, maar wat een opkomst. Het was druk vandaag, jongens. Ja. Wij gaan de administratie wegwerken. En terwijl hun de administratie wegwerken, ga ik al jullie leuke cadeautjes en lekkerheden wegwerken. Kijk, nou, als hij er maar wat overlaat voor ons. Lekker kereltjes. Dus, nou, dan gaan wij. De bestelling zo snel mogelijk in orde. Ja. En dan hoop ik dat alle spullen zo snel mogelijk binnen zijn. En ik dan vanaf hier een fijne kerst alvast. Fijne feestdagen. En alvast. Ho ho ho. Merry Christmas. Kan ik een nieuwjaar, jongens. Ja, laat me lekker gaan. Het wordt een hele laat. Tot zo. Fijne vakantie. Doei doei.